Welkom bij de mini-voorlichting voor het vak Duits in de bovenbouw HAVO VWO. Mijn naam is Johanna Dam en ik geef Duits met veel plezier op Pieter Jelles Impuls. Nu neem ik jullie eventjes mee op reis door het examenprogramma van de HAVO 5 en VWO 6 voor Duits. Het college voor toetsen en examens stelt elk jaar een syllabus op voor de moderne vreemde talen. Die is voor iedereen in te zien op de site afgebeeld op deze dia. Het programma van toetsen, voor toetsen en afsluiting voor Duits, het PTA, is gebaseerd op deze syllabus en ziet er dan als volgt uit. Links is HAVO 5 afgebeeld, VWO 6 op de rechterkant. Er zijn voor Duits 4 verschillende vaardigheden opgedeeld in domeinen. En het centraal examen bestaat uit leesvaardigheid. Dat betekent dat alle andere vaardigheden worden getoetst in het schoolexamen. Ter voorbereiding op het eindexamen maken de leerlingen leeskilometers door middel van het lezen van veel teksten en het oefenen van de verschillende lees- en examenstrategieën. We maken daarbij ook gebruik van de methode Nieuwe Contacten en bij de beoordeling van de Can-Do-scriptoren van het ERK. Dat geldt ook voor de andere vaardigheden die in het schoolexamen worden getoetst. Voorbeelden van Can-Do-descriptoren staan beneden onder in de dia. En verder wil ik jullie bedanken voor jullie interesse. En mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie mij graag bereiken op jdam@pj.nl. Hartelijk dank.